denk ik genieten van al het interessantste dat hier te vinden is op de markt. Ik wens jullie allemaal ontzettend veel plezier. Dat is niet onbelangrijk. Alle credits aan de postbouw die met een ontzettend groot team van vrijwilligers wederom hier met veel enthousiasme en veel passie heeft neergezet. Maar ik heb wel eens gezegd, als je dus ook de huishoudelijke hulp, dan kan het natuurlijk grotendeels vervangen worden met stofzuiger. Je kan dat ding aanzetten, ja. Goed, je techniek. Kijk. Jan Nijmeijer. Je staat levensgroot afgebeeld op die prachtige poster. Wat betekent dat voor u? Dat betekent voor mij dat ik meewerk aan een hele goede zaak. En ik ben me er bewust van geworden dat deze bewustwordingscampagne echt in actie moet komen om de mensen ook goed bewust te maken van het feit dat ze alles moeten overdenken voordat ze een stap nemen. Ja, en wat voor stap gaat het dan om? Een stap in je leven die met de leeftijd te maken heeft wat je in de toekomst wilt en kunt doen. Almelo, kan u er iets over vertellen? Ja, zeker. We hebben de campagne als het gaat om langer thuis wonen. En die hebben we gestart. En het is vooral een campagne om mensen bewust te maken dat ze nu alvast eigenlijk zouden kunnen en eigenlijk ook wel moeten nadenken over van ja, op het moment dat het een keer qua gezondheid iets minder goed gaat, dat je dan toch daarop geanticipeerd hebt en bijvoorbeeld met je partner of met je kinderen het gesprek ook bent aangegaan om te kijken van nou, maar zou eventueel het huis aangepast kunnen worden? Of maar is wellicht, zoals dat het geval is geweest bij meneer Nijmeijer, een verhuizing misschien een veel slimmer idee? Omdat je daarmee bijvoorbeeld gelijk vloers tot oplossingen komt. Dus dat is echt een campagne om mensen in de nadenkstand te krijgen.